Ik was 31 en woordvoerder van Hans van den Broek. Dus wij zaten elke week in het vliegtuig en op een gegeven moment kreeg ik last van mijn arm. En nadat ze de diagnose hebben gesteld dat ik een trombose in mijn arm had, hebben ze ook vastgesteld dat ik factor 5 lijden heb, dus een verhoogd tromboserisico. En dat was buitengewoon handig om te weten, want daardoor wist ik ook dat ik bloedverdunners moest nemen tijdens mijn zwangerschap. En daarom heb ik nu 2 gezonde kinderen.